Tijdens de voorbereiding op de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen tegen Excelsior gaat Mike de Wierik aan de sjouw met een grote bak, gevuld met water. Mike, ben jij de waterdrager van het team? De waterdrager? Vertel eens uit. Nou, we zagen jou net met een bak water lopen richting Jesper. Nou, ik had eigenlijk andere plannen, maar de training was nog niet afgelopen, dus ik dacht, kan ik niet maken. Maar, wat wou je doen dan? Nee, ik had dorst. Maar, normaal gesproken kan die bak ook wel even boven zijn hoofd na het einde van de training. Het duel van zondag tegen Excelsior is de laatste thuiswedstrijd van Ernest Faber als trainer van FC Groningen. Ik heb veel zin in, omdat we zijn de laatste tijd in goede vorm. Geweldige ondersteuning gehad van het publiek voor onze jonge ploeg. Heeft goede resultaten opgeleverd, waardoor we in ieder geval zeker veilig zijn. Natuurlijk hadden we qua resultaten wat hoger willen staan, maar heeft dat tegengezeten. Maar ik denk, we hebben een mooie jonge ploeg nu, mooie jonge Twente die doorbreken. Het is geweldig om daar een onderdeel van te zijn en samen willen we daar een mooie wedstrijd afleveren voor het publiek en voor onszelf. De sfeer is goed, want je wordt bekogeld met van alles. Betekent altijd dat is een goed teken? Ja, goed, als je training hebt gezien, de resultaten zijn goed, dus ook de sfeer. Het is jong, enthousiast, het is energiek, het is vol grappen nu, einde van het seizoen nader, en zeker nu veilig zijn. Maar vooral de intensiteit waar ze in elkaar steeds aan het verbeteren zijn. Ja, als je hem kunnen laten zien aanstaande zondag tegen Excelsior, dan kunnen we op een mooie manier met elkaar afscheid nemen en dan kijk ik terug op twee mooie jaren. De Wierik heeft er alle vertrouwen in dat FC Groningen de wedstrijd van zondag tegen Excelsior positief gaat afsluiten. Het is natuurlijk een moeilijk begin gehad en de laatste week gaat het eigenlijk best goed. Voetbal is steeds beter en ja, dat is gewoon prima en het ziet er ook gewoon goed uit. En dan zie je dat je niet onder doet voor Utrecht en zelfs niet voor AZ. En Ajax thuis, en ja, dat is een compliment naar de groep toe, hoe ze met z'n allen dat omgekeerd hebben. En, ja, dan is het zondag een mooie dag voor om het publiek nog een keer te vermaken met een goede wedstrijd en drie punten. En, ja, dan ga je toch met een goed gevoel, denk ik, of goed gevoel, in ieder geval een redelijk goed gevoel de vakantie in. Dat je denkt van we hebben toch aan het eind van het seizoen een goede serie neergezet en met goed voetbal. En, dat is toch met oog op volgend seizoen het enige wat je moet doen. Ja, jammer dat jullie dan die goede serie net niet even iets eerder hebben ingezet. Ja, dat klopt. Het is zelf natuurlijk ook iets wat je zelf graag wilt, maar... Ja, weet je, dat zei zo en we moeten ermee dealen. Ik ben blij dat die serie nu wel is gekomen, die goede serie. Want er zijn nog een paar ploegen onder ons die hebben nog heel wat punten nodig. En gelukkig staan we daar niet bij en ik denk ook niet dat we dat verdiend hebben. Maar we hebben natuurlijk wel gehoopt vooraf om een beter seizoen te draaien. De Wierik is niet alleen de waterdrager. Hij heeft zich de laatste wedstrijden ook ontpopt tot de rots in de branding van de verdediging van FC Groningen. Ja, weet je doet het samen. Kijk, met Deo naast me en Samir. En, Deo Facio. Ja, Deo Facio, sorry. Ze gaan altijd Deo, hè. Een beetje Deo. Hè. Nee, nee, dat is, weet je, dat is leuk. En kijk, wij zijn ook... kijk, je hebt voetballende verdedigers en, die alles voetbal op willen lossen. Kijk, wij kunnen ook een keer een tackle maken en die bal in de tribune schieten. Weet je, dan kijken we elkaar aan en lachen we een keer. En weet je, daar kunnen we ook van genieten. En, ja, dat is, zo ben ik zelf ook en dat vind ik gewoon mooi. En ik denk dat elkaar goed aanvult. Ik sta er in eerste instantie ook voor om te verdedigen, om dan even naar mezelf te kijken. En, ja, natuurlijk wil ik voetbal aan het proberen stappen te maken en denk ook dat het steeds beter gaat. En, begin van het seizoen veel op de rechtsbackpositie gespeeld en daar kan ik ook prima spelen. Maar uiteindelijk hebben ze hem ook gehaald als centrale verdediger en ik denk dat de laatste weken wel uitstekend gaat. De Wierik is nog maar 25, maar wel een van de meest ervaren spelers van de FC. Zo had FC Groningen vorige week tegen FC Utrecht bijna alleen maar spelers van FC Groningen onder 23 op de bank zitten. Het gaat vooral om weerbaarheid. Laat je zien dat je onder bepaalde druk toch kunt presteren. Dat hebben ze prima gedaan. Daar hebben ze ook ondersteuning nodig, zeker als het moment tegen zit. Nou, die samenwerking hier is mooi. En zou mooi zijn als ze dat op de laatste wedstrijd weer kunnen laten zien.